NOS Jeugdjournaal. Zware aardbeving in El Salvador. Actie voor bedreigd zeepaardje. Havik speelt voor vogelverschrikker. Hallo allemaal. Een zware aardbeving gisteravond in El Salvador in Midden-Amerika. Meer dan 200 mensen kwamen om het leven. De regering van het land is bang dat er nog meer doden zijn, want er worden zeker 1200 mensen vermist. Door de aardbeving is El Salvador veranderd in een puinhoop. Veel huizen zijn verwoest. Op één plek verdween een hele woonwijk onder de laag aarde. De inwoners van het getroffen gebied zijn erg verdrietig, zeker omdat er zoveel slachtoffers zijn. Bij de ramp zijn ook meer dan 350 mensen gewond geraakt. De ziekenhuizen liggen vol. De aardbeving van gisteravond duurde maar een halve minuut, maar hij was zo sterk dat veel landen in Midden-Amerika hem voelden. El Salvador werd het ergst getroffen. Midden-Amerika wordt heel vaak getroffen door aardbevingen. Ook de inwoners van El Salvador weten wat er dan kan gebeuren. Toch is het elke keer weer schrikken. Andere mensen zijn nog steeds op zoek naar hun familie. Meer dan 1200 mensen liggen nog onder het puin. En iedereen die kan, helpt mee om mensen te redden. Want er zijn nog mensen in leven, vertelt een Nederlander die in het aardbevingsgebied woont. Er wordt nog gebeld met gsm's van onder het puin. Door mensen die daar bedolven zijn. Om ongeveer te zeggen waar ze zitten en te proberen zeg maar een aanwijzing te geven voor de reddingsploegen van hier zitten we, kom ons maar halen. Om alle mensen onder het puin vandaan te krijgen zijn meer reddingswerkers nodig. En daarom heeft de president van El Salvador andere landen gevraagd te komen helpen. Er is dus al veel hulp onderweg. Ook Nederland steunt de slachtoffers. De Nederlandse regering heeft meer dan $500.000 toegezegd. Er moet iets gebeuren, anders sterven de zeepaardjes uit. Dat zeggen deskundigen uit de hele wereld. In Australië, waar de meeste zeepaardjes leven, gaan biologen nu onderzoeken hoe de beestjes precies leven. En als ze dat eenmaal weten, kan het zeepaardje in het wild beter beschermd worden. Over de hele wereld zijn er steeds minder zeepaardjes. En dat is geen wonder. In Australië bijvoorbeeld, waar de meeste leven, worden er elk jaar meer dan 20 miljoen gevangen. Van die beestjes maken ze in Azië medicijnen. De zeepaardjes die niet worden gevangen, worden bedreigd door de vervuiling in het water. Als dat niet gauw verandert, sterven de dieren uit. Biologen willen nu dat de zeepaardjes over de hele wereld beschermd worden. En daarom doen ze onderzoek. We are trying to get it to a stage where we have enough biological information about the animals that we can make suggestions for appropriate management regime. Een belangrijke maatregel is ook dat het verboden wordt om zeepaardjes in het wild te vangen. Veel mensen vinden dat de diertjes die ze nodig hebben voor medicijnen maar gefokt moeten worden. Niet alleen in Australië, maar ook in 16 andere landen doen biologen mee aan het project om zeepaardjes te beschermen. In Mongolië kunnen duizenden mensen hun dorp niet uit omdat ze zijn ingesneeuwd. 10 dagen geleden was daar een heel erge sneeuwstorm. De ergste in 50 jaar. En nog steeds zitten veel bewoners te wachten op hulp. 22 mensen overleefden de storm niet en duizenden dieren zijn doodgevroren. De storm duurde bijna 3 dagen. Daardoor zijn hele dorpen ondergesneeuwd. En door het dikke pak sneeuw zijn de meeste wegen in Mongolië nog steeds onbegaanbaar. Er wordt keihard gewerkt om de wegen schoon te maken. Want pas dan kan het leger voedsel brengen naar de duizenden mensen die nog in hun dorpen vastzitten. Mongolië is niet het enige land in Azië dat met slecht weer te maken heeft. In Siberië, in Rusland, is het nog steeds extreem koud. Daar is het zeker 50 graden onder nul. Geen weer om naar buiten te gaan. En mensen die toch naar buiten moeten, pakken zich goed in. Maar het is zo koud dat zelfs dikke kleren soms niet genoeg zijn. In het ziekenhuis liggen veel mensen met bevroren handen en voeten. De meeste mensen in Siberië blijven dus binnen. Maar ook dat valt niet mee, want in veel huizen is het steenkoud. Zelfs bij de kachel is het moeilijk om warm te worden. Ook de kinderen zitten thuis. Zij zijn na de kerstvakantie nog niet naar school geweest. Dat is veel te gevaarlijk als het zo ontzettend koud is. Het ziet er niet best uit. In Siberië blijft het voorlopig koud. En in Mongolië worden deze week nog sneeuwstormen verwacht. In India is op dit moment de Kumbh Mela aan de gang. Het grootste heilige feest van de wereld. Miljoenen gelovige Hindoestaanse mensen verzamelen zich langs de oevers van de rivier de Ganges. Overal waar je kijkt staan mensen. De oevers van de rivier de Ganges zijn afgeladen. Iedereen wil het water in om te baden. Want een duik in de rivier en alle slechte dingen die ze gedaan hebben...